Maar anders kan ik dit jaar niet halen. En daarna ga ik jullie vertellen of ik dit jaar heb gehaald. Goedemorgen, het is momenteel zaterdag en nou ja, het is 12 uur. Het is 12 uur in de middag en ik heb vanavond een deadline. Wie bedenkt dat om een zaterdagavond een deadline te doen? Vooral na een stageweek, want ik heb afgelopen week een stageweek gehad. Dus dat betekent dat ik elke dag super vroeg op moest, super laat thuis was en gewoon heel erg druk was. En dan heb ik nog nu een deadline gelijk de dag erna. Niet lekker gepland door de PABO, maar we moeten er maar mee doen. Maar door die stageweek heb ik alles een beetje uitgesteld, een beetje heel erg. Ik had gepland om allemaal dingetjes te doen in deze stageweek, maar het was iedere keer zo vermoeiend thuisgekomen en zo moe en zo laat dat ik echt eigenlijk niks meer heb uitgevoerd. Dat betekent dat ik nu eigenlijk bijna alles moet gaan doen op de laatste dag. Geen aanrader, echt niet. Zou ik niet doen. Maar dat betekent dat ik heel erg moet gaan knallen. En dan denk je, waarom ben je niet vroeger opgestaan? Dan had je meer de tijd. Nou, geloof me, ik heb het geprobeerd. Maar deze meid had gewoon geen energie meer. Dus ik heb mezelf wel even een beetje laten uitslapen. Dat ik wel energie heb om iets te doen. Want ik kan hier wel als een zombie gaan zitten. Maar dan komt er ook niet echt iets nuttigs uit. Maar ik zit nu klaar om aan dat verslag te gaan werken. Het is een verslag van het is een portfolio van geschiedenislessen en burgerschapsvormingslessen en al dat soort dingen. Oké, het is ondertussen een paar uur later. Het is 4 uur en 1 opdracht van de 3 is af. Ik moet toegeven, het is ook wel de kleinste opdracht, maar ik heb 1 van de 3 opdrachten af. En dat geeft toch wel een goed gevoel. Ik heb nu echt heerlijk een plak cake waar ik zo erg van ga genieten. En lekker een cappuccinootje. Ja, hier ga ik eventjes van genieten en dan gaan we dadelijk weer verder. Ik hoop gewoon dat het me gaat lukken, dat ik ineens een boost van energie heb, een boost van productiviteit. Het is 11:30, het is af en ik ben kapot. Ik heb vandaag 12 uur lang aan dit verslag gewerkt. Er kwam op het laatst echt alleen maar prut uit mijn hersenen. Ja, ik weet niet of dat laatste deel nou hartstikke goed is. Maar weet je, we doen het er gewoon mee. Het is ingeleverd. En morgenochtend vroeg gaan we door met het volgende verslag. Goedemorgen, we gaan door naar het portfolio voor rekenen. Fires glow, sparks flying through my heart and I just wait for you. Oké, ik heb echt een mega slechte dag qua concentratie en dat soort dingen. Ik doe echt helemaal niks. Ik heb wel mijn haar gewassen, maar verder heb ik niet zoveel uitgevoerd. En het komt nu allemaal heel erg dichtbij. Dus ik moet nu echt een planning gaan maken. Ik ga een tijdsplanning maken, een hele specifieke voor de komende 2,5 dag. En ik ga echt een strakke planning nu maken. En ik moet me eraan houden, hoe lastig het ook is. Maar anders kan ik dit jaar niet halen. Het is momenteel maandag en ik zit al de hele dag achter mijn laptop. En ja, ik kan het allemaal wel gaan filmen. Maar je ziet me toch al heel de tijd achter mijn laptop zitten. Dus dat is niet heel interessant. Maar ik ben bezig met mijn handelingsplan voor rekenen, een rekenverslag. En ik weet gewoon, ik ga de deadline van vanavond niet halen. Ik heb de laatste tijd gewoon te veel uitgesteld. Dus ik ga het niet vanavond halen. Wat ik wel ga doen is gewoon zoveel mogelijk maken. Zoveel mogelijk afronden. Ik ga wel gewoon iets inleveren. En dan gaan we zien wat voor feedback ik krijg. En ja, dan hoop ik gewoon dat ik hem dit jaar nog een keertje mag inleveren. Ergens in juli of zo. Ja, dat wordt gewoon de manier waar ik het op ga doen. Want ik ga hem toch niet halen. En ik kan heel boos op mezelf zijn. Dat ben ik ook. Ik ben heel teleurgesteld dat ik zoveel heb uitgesteld. Maar weet je, het is ook menselijk en ik kan niet altijd alles perfect doen, hoe graag ik het ook wil. Het lukt gewoon even niet en ik vind dit verslag vind ik gewoon echt heel moeilijk.
Want het gaat dus over, ja, het is een handelingsplan. Dat betekent dat je een kind gaat observeren waar het kind fouten maakt met rekenen. En ik heb gewoon een kind uitgekozen in mijn klas die gewoon echt heel moeilijk te onderzoeken is. Oké, het is nu 11:15 en ik weet gewoon dat ik dit nu niet ga halen. Hij is zeg maar niet voldoende. Maar ik heb wel dingen ingevuld. Het is niet meer een kaalbestand, wat ik eerst wel had. En kijk, ik weet gewoon, het zijn niet de beste dingen die ik heb opgeschreven. Maar ik heb overal wat opgeschreven. En ik ga het nu gewoon lekker inleveren. Want ik ben moe, ik wil mijn bed in. Ik ga het nu gewoon lekker inleveren. En dan hoop ik dat ik goede feedback krijg waarmee ik verder kan. Want ik vind dit gewoon een hele lastige opdracht. Daarom heb ik hem zo erg uitgesteld. Maar als ik hem nu ga inleveren en ik krijg een beetje nuttige feedback, wat ik denk wel krijg. Ja, wie weet kunnen we hem dan de volgende keer wel gewoon goed halen. En weet ik gewoon wat ik moet invullen. Want nu loop ik gewoon zo erg vast. Inleveren. Ja. Het is ingeleverd. Het is momenteel dinsdag. Het is nu 7:00. En ik ben thuis. Ik heb vandaag mijn dramapresentatie gehad. En ik heb mijn camera er niet bij gepakt, want ik was zenuwachtig. Dat was echt niet normaal. Ik stond echt te shaken. Ook tijdens de presentatie. Ik kwam niet uit mijn woorden, had knikkende knieën. Maar ik heb hem gehaald. Ik ben zo blij. Ik heb ook echt een mega goed cijfer. Ik heb namelijk een 8. Ik heb ook mijn cijfer al terug voor het verslag wat ik gisteravond heb ingeleverd. Ze heeft het dus echt mega snel nagekeken. Nou, wat ik natuurlijk al had gezegd. Ik verwacht niet dat ik het voldoende had. Nou, dat had ik ook niet. Maar ik heb nu wel feedback en daar kan ik nu mee verder werken. Dus dat is heel erg chill. Dus dat ga ik nu lekker doen. Nou ja, dat wil ik waarschijnlijk donderdagochtend gaan doen. Nu heb ik er geen tijd voor, want nu moet ik gaan leren voor geschiedenis. Want daar heb ik morgenochtend weer een toets van. Ja, deze week is gewoon echt mega druk, mega stressvol. Maar ja, dat hoort een beetje bij de laatste week van school. Het is momenteel 9:30 en ik heb nu een beetje geleerd voor geschiedenis. Ik heb alles nog een keer doorgelezen. Twee keer. Ik heb alles twee keer nu doorgelezen. En ik merk dat ik gewoon op ben. Ik was vandaag zo bizar zenuwachtig. Normaal gesproken ben ik echt niet zo zenuwachtig voor presentaties. Ik weet niet wat het was. Maar ik was gewoon echt heel erg zenuwachtig. Dus dat is gewoon heel erg vermoeiend. En daarna zijn we een drankje gaan doen. En ja, ik ben toch best wel een beetje introvert. Dus dat betekent dat mijn sociale batterij gewoon heel snel leeg gaat op dat moment. En als ik dan thuis kom, ja, dan ben ik gewoon helemaal versleten. Dus ik ben gewoon moe. En dat is oké. Dat is helemaal niet erg. Dat hoort er gewoon een beetje bij. Maar dat betekent dat ik wel zo meteen mijn bed in wil. Ik ga morgenochtend om 5:00 opstaan om alles nog even door te lezen. Want ik heb morgenochtend om 8:30 de toets. Dat betekent dat ik om 7:00 de deur uit moet. En normaal gesproken zou ik dan rond 6:00 opstaan om dat te halen. Maar dan heb ik gewoon niet genoeg tijd om nog heel eventjes een keertje door te lezen. Dus daarom ga ik om 5:00 opstaan om nog een keertje door te lezen. En dan kan ik me daarna klaarmaken. Ga ik het doorlezen in de bus en in de metro. En dan gaan we het zien. Dan gaan we de toets maken. Ik hoop dat ik hem dan goed maak. Ik begrijp het al beter dan de vorige keer. Dat is echt een pluspunt. Dus we hopen gewoon dat we hem dit keer wel gaan halen. Maar goed, dat gaan we morgen zien. Vandaag een geslaagde dag, want ik heb mijn presentatie gehaald. Maar ook een vermoeiende dag. Dus ik ga lekker slapen. Tot morgen. Goedemorgen, het is momenteel woensdag en ik ben onderweg naar de toets. Het is ongeveer 6:55 en ik ben bijna bij de bus, dus ja, we gaan zien hoe laat ik op school ben. Volgens mij rond 8:55 en het is 8:30, dus dan kan ik nog even wat dingetjes doorlezen. Vind ik wel fijn, maar ja. Het wordt lekker weer vandaag, daar gaan we nog wel een beetje van genieten natuurlijk. Maar ik denk wel dat ik na de toets direct mijn bed terug in ga, want ik ben zo moe. Ik heb super slecht geslapen, maar ik hoop gewoon dat ik deze toets ga knallen. Ik begrijp meer dan dat ik de vorige keer begreep, maar sommige dingen weet ik ook weer minder dan ik de vorige keer wist. Dus we gaan het zien. We zijn op school en ik heb er geen zin in. Ik had een stukje in. Ik heb mijn haar ingevlochten, want ik heb vanavond een pabo schoolfeest. En ik wilde heel graag een beetje golfjes. Dus ik heb er nu heel veel met mousse erin gedaan. En dan als ik het er vanavond uithaal, doe ik er glitterspray in. En dan ben ik helemaal disco vibes. Dus ja, en dan morgen sportdag. Het is de laatste week van school. En we eindigen goed met super goede cijfers. Ik ben zo blij.
En dan is dit de outfit voor de party. En mijn haar heb ik gedaan. En ik heb sinds tijden ook weer make-up opgedaan. Of in ieder geval wat uitgebreidere make-up. Maar kijk het weer. Hier moet ik dus doorheen. In deze outfit. Zin in. Het is ondertussen echt een heel stuk later. Het is ondertussen al vakantie. En ik wil het heel even kort hebben over mijn cijfers. Ik heb nu alle cijfers binnen. Bijna alle cijfers. Ja, ik heb ze nog niet allemaal verteld. Dus ik ga ze er gewoon even allemaal bij pakken. Misschien heb ik sommige cijfers wel al verteld. Sommige misschien nog niet. Maar ik ga de cijfers van de afgelopen verslagen toetsen. En zo even met jullie bespreken. Want er zijn er een hele hoop. En daarna ga ik jullie vertellen of ik dit jaar heb gehaald. Afgelopen weekvlog eindigde ik met een toets. De kennisbasis taaltoets. Dat was de tweede keer dat ik hem had gemaakt. En voor die toets heb ik een 6, dus die hebben we gehaald. Die studiepunten zijn weer binnen, dus daar ben ik heel erg blij mee. Dan had ik mijn portfolio van drama ingeleverd, die toen echt op het laatste moment allemaal was verdwenen. En dat soort dingen, je hebt het in de vorige week nog kunnen zien. Daar heb ik een 7 voor. Daar heb ik het de afgelopen tijd ook gehad, iedere keer over de geschiedenislessen die ik moest geven. En daar moest ik ook een heel portfolio van maken. En voor dat portfolio heb ik een 9. Oh, ik ben er zo blij mee. Dan hadden we de sportdag. Nou, daar kreeg ik ook een stagepunt voor. En dan had ik thema 10. Thema 10 was een rekenverslag. Daar heb ik het volgens mij wel over gehad. En die heb ik ingeleverd. Niet gehaald. Daar baal ik echt enorm van. Dat waren namelijk 7 studiepunten. En ik had nog 6 studiepunten nodig om volgend jaar aan mijn LIO te mogen beginnen. En die 7 studiepunten heb ik dus niet. En daar baal ik echt enorm van. Dus wat ik heb gedaan toen ik hem heb ontvangen met feedback, zag ik dat ik 1 mini klein dingetje miste. Ik miste 1 zin in het hele portfolio. Super balen. Het was allemaal 1 zin wat ik miste van de 24 pagina's. Dan had ik de geschiedenistoets weer niet gehaald. Maar vorige keer had ik een 4 en nu heb ik een 5. Dus dat betekent dat ik de volgende keer misschien een 6 heb. En dan had ik ook nog onderzoek ingeleverd. Ons deel 1. Maar ja, die hebben we 9 weken geleden ingeleverd en die is nog steeds niet nagekeken. En het is nu vakantie. En volgend jaar krijgen we een andere begeleider. Dus onderzoek dit jaar. Ik was echt van plan om er een serie van te maken. Maar het loopt zo moeizaam. Het loopt gewoon niet goed. We hebben gewoon geen goede communicatie met de leerkracht. Of in ieder geval met onze begeleider. En het loopt gewoon echt niet lekker. Dus ja, dan ben ik alleen maar chagrijnig tegen een camera aan het praten. Dus daarom heb ik er maar geen serie van gemaakt. En praat ik er niet zoveel over. En dan wacht ik nog op het cijfer van mijn sportfolio. Die werd ineens plotseling door een andere docent nagekeken. En die docent had ook plotseling minder tijd omdat er een andere docent weer ziek was en blablabla. Dus die is ook nog niet nagekeken. Dus ik wacht nog op 2 cijfers. En 2 dingen heb ik niet gehaald. Dus dan weet je ongeveer hoe het nu zit. Om je LIO te mogen lopen moet je je propedeuse plus 105 studiepunten hebben. En ik heb nu dus 99 studiepunten. Maar ik ga wel gewoon mijn LIO starten, gelijk in augustus. Maar zodra ik de punten heb, wordt het officieel mijn LIO. Maar ik ga wel dus al op mijn LIO stage gewoon beginnen met stage lopen. Maar het zijn dus nog 6 studiepunten. Ik baal echt enorm. Maar vooral omdat het dingen zijn die gewoon niet nagekeken worden. De ene duurde, zoals ik al zei, 9 weken. De andere duurde ook al iets van 7 weken. En dan baal je er gewoon van, want je levert het op tijd in, maar de docenten kijken het dan niet naar. En tuurlijk, docenten hebben het ook druk, maar je baalt er gewoon van als dat de essentiële punten zijn om volgend jaar gewoon lekker te beginnen. Maar goed, het is nu zomervakantie. Dat betekent dat ik deze vlog ga afsluiten. Dan wil ik jou heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden. Klik gelijk even op dat belletje zodat je weet wanneer er een nieuwe video komt. Volg me ook even op Instagram als je het leuk lijkt. En dan hoop ik je te zien bij een gloednieuwe video. De volgende keer weer. Bye!